we gaan door tot, even spieken, 9:55. En dan hebben we de Q&A en om 9:55 zijn we klaar. En, maar dan hebben we heel veel van Marion gehoord. Want ze gaat het over ethiek hebben. En als ik nu eigenlijk kijk naar de afgelopen sessies die ik heb bijgewoond, dan vind ik het allemaal enorm ingewikkeld hoe dat ethisch nou allemaal zit. Want ik vind het allemaal, ik hou van technologie, maar ik vind het wel heel ingewikkeld wat hier allemaal gebeurt. Met dode mensen praten, hoe je gereed wordt als persoon met camera's en zo. Het geeft best wel een onheimelijk gevoel eigenlijk. En, het is in ieder geval food for thought. En ik denk dat jij ons daar prima in mee kan gaan nemen. Dus ik zou zeggen, ik weet maar niet. Je zet mooi de verwachtingen neer, dus helemaal goed. Ik kan nu niet zien hoeveel mensen... Ah, er loopt wel leuk binnen. Oh, kijk, het loopt best op. Het zijn er nu opeens bijna 70. Volgens mij zien er nu een poll, maar het is denk ik handig als ik gewoon mijn presentatie ga sharen. Dus dat ga ik dan ook nu doen. Dan ga ik op ze virtuele meetings meteen... Oh, ik druk op het verkeerde knopje, dat gebeurt altijd. dat zou je net zien. 4 keer geoefend en zodra je laat gaat, dus ik ga het gewoon even opnieuw erbij pakken. Oké. Zoals het hoort bij een digitale meeting, is natuurlijk de eerste vraag: zien jullie mijn slides? Die heb ik volgens mij nu weer weggeklikt. Ik heb zo goed geoefend vanmiddag, dat ging toch anders. Oké. Nou, ik doe het gewoon nog 1 keer zo. Zien jullie nu gewoon mijn slides? Kan je dat even aangeven, Frank? Want dan kan ik gewoon van start. Ja, we zien jouw slides. Ja. Oké, fijn. Nou, dan kan we kunnen niet wachten. Nou, jippie, dan ga ik daarmee beginnen. Ik heb ik neem jullie vanavond en de komende half uurtje ongeveer mee in een ethisch kijkje op digitale technologie. Ik heb al mijn slides in het Engels gemaakt, omdat ik vaker dingen doe in het Engels. Dat is voor mij makkelijker en zeker ook. Maar ik blijf gewoon Nederlands praten. Laat ik naar de volgende gaan. Ik begin even met mezelf uitleggen wie ben ik, wat doe ik en wat is mijn visie op een ethisch verhaal. En ik wil jullie vooral ook meenemen langs een aantal voorbeelden ter inspiratie, problemen, oplossingen, uitdagingen. En zoals het bij ethiek hoort, waarschijnlijk meer vragen dan antwoorden. Het hele stuk vanuit ethisch kijken is ook wel vaak... het is allemaal niet zo zwart-wit en het is niet binair aan uit. Nou, daar kom ik nog wel even langs. Om even kort over mezelf te beginnen. Ik noem mezelf future maker en digitale digital strategist. En met future maker betekent voor mij werken aan een wereld waar ik in wil leven. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Voor mij is de kern daarin is gelijkheid voor iedereen. En kijken wat ik kan doen om daar de hobbels die er zijn in weg te nemen. Dit is een van mijn favoriete plaatjes hoe dat er gaat. We hebben het heel vaak over gelijkheid of equality. En ik vind dit wel een heel mooi voorbeeldje. Als we iedereen gelijk behandelen, dan ziet nog steeds het jongetje aan de rechterkant niks. Dus de andere term die je steeds meer hoort is equity. Nou, dan geeft iemand extra's waardoor je wel allemaal over het hek kan kijken. Dus dan voelt het gelijkwaardiger. Maar het mooie is natuurlijk gewoon als je het hek kan wegnemen. Nou, dat vond ik wel een heel mooi verhaal over... hoe neem ik de hobbels weg? Nou, hoe doe ik dat of hoe probeer ik dat nou te doen? Er zijn eigenlijk een aantal gebieden hoe ik dat doe in mijn dagelijks leven. De eerste is activisme. Ik ben eigenlijk ook wel vaak corporate activisme. Het is niet zo dat ik per se op de voorkant bij protesten sta, maar probeer altijd wel activistische activiteiten te doen. Ik ben onder andere lid van een aantal stichtingen, waaronder Workplace Pride voor LHBTIQ en werk. Women in Voice gaat voornamelijk over met name vrouwen in het stem- en chatbotveld en women in AI, dus vrouwen in de AI. En dat activisme daarin is vooral de vrouwencomponent daarin brengen. Het andere stuk, hij moet af en toe laden, zie ik. Ik probeer gewoon op 10 minuten te doen. Het andere wat ik veel doe is erover praten. Verhalen geven, talks geven, maar vooral ook met elkaar in gesprek. Want in gesprek kom je wat mij betreft verder. En dat gaat mij niet over debat, want dan ga je tegen elkaar instaan. Maar echt in een dialoog om met als doel van elkaar te leren. En in mijn dagelijkse werk... kom maar door met die volgende slide. Ja. In mijn dagelijkse werk met digitale transformatie. Dus werken aan digitale strategieën en implementaties van oplossingen op allerlei digitaal gebied.
En als ik dat doe, de belangrijkste vraag daarbij stellen, ja, omdat we het kunnen doen, ja, moet je het ook echt willen. En is er ook wat is echt de bijvangst van wat ik nu aan het doen ben? En voor mij, in combinatie met, helpt dit ook de mensheid een beetje verder in een duurzame manier, is mijn ethisch kompas. Dus bij alles wat ik nu verder ga meenemen met jullie in de komende 20 minuten nog ongeveer, gaat eigenlijk in essentie over deze twee vragen. Just because we can, should we? En helpt het de mensheid een beetje verder? Knappen we er met z'n allen van op? En is het ook nog een beetje duurzaam? Nou, dat is, als je maar één ding wil meenemen bij mij vanavond, is dat hopelijk de boodschap. Als je het hebt over de ethische kant, heb ik van de professionals onder andere geleerd, dat is een mooie driehoek waarin de business altijd roept, we willen iets. De ethische en meer security kant vraagt dan vooral, zouden we dat wel moeten doen en hoe dan? En er wordt altijd gezegd, de tech kant zegt, tuurlijk kunnen we dat. Dit een developerscongres zijnde zou ik toch ook wel heel fijn vinden. En dat met name ook de developers veel meer gaan kijken naar, voor zover je dat nog niet doet, is ja, wat zegt mijn interne ethische kompas eigenlijk? Wat vraagt die business van mij? En wat maak ik voor moois? En met name als het gaat over het maken van algoritmes en moderne AI-oplossingen. Je kan eigenlijk ook niet meer zeggen, ja, hey, ik heb het niet gewoest, ik heb het alleen maar gemaakt. Je hebt ook een verantwoordelijke rol daarin. Die zal niet altijd even zwart-wit zijn. Dus je gaat vaak voor het spanningsvlak staan. Ja, ga ik het doen, ga ik het niet doen? En ja, het blijft een moeilijke keuze. En ik ga jullie meenemen langs een aantal onderwerpen die daar typisch voorbij komen. Dus dingen als privacy en security, addictive tech, een stukje over inclusive tech. En met name mijn favoriete onderwerp, bias. En met name ook daarvan de ongewenste of waarschijnlijk niet zo gewenste side effects. En een klein stukje ook over accessibility en toegang en toegankelijkheid. Om te beginnen met privacy. We hebben allemaal het recht om alleen gelaten te worden. En ook om het recht om vergeten te worden. Zeker in de data-wereld is dat nog wel een dingetje. Als je eenmaal in Google zit of eenmaal op Facebook zit, ja, probeer dan maar eens te zorgen dat je dingen weer weggehaald worden. Als ik kijk naar wat we met als development maken. Ik weet niet hoe vaak jullie aan dit soort projecten werken, maar die knop die gemaakt moet worden met agree to sign your life away en de cookies, ja hoor. Dit is een hele interessante paradox waar we volgens mij echt naar moeten gaan kijken, ook zeker als maker zelf. Mensen geven heel makkelijk hun privacy weg omdat je iets wil. Maar er is ook maar alleen maar een optie, ik zet hem aan of niet. En je wilt toch die ene post zien, je wilt toch die informatie zien, je wilt toch iets met je vrienden delen. En eigenlijk leest niemand deze bijlages. Maar het is wel een ethisch vraagstuk daarbij. Wat daar ook heel veel mee vraagt is, wat vragen we eigenlijk voor data van mensen? Dat ook daar als je formulieren maakt, als je applicaties maakt, er zijn heel veel beschermde attributen. Hier een heel rijtje te zien. Eigenlijk de vuistregel is, staat het in artikel 1 van de grondwet, dan is er waarschijnlijk iets mee. Maar heel vaak moet je ook afvragen, heb je die informatie nou eigenlijk echt wel nodig voor waar we mee bezig zijn? En wat kan er nog meer mee worden gedaan? En als het gaat over data, wordt ook heel vaak gezegd, ja, maar het kan geanonimiseerd worden. Wat wel in de praktijk blijkt, is dat heel veel van die informatie, als je het geanonimiseerd heeft, is toch wel door een combinatie van dingen te doen, dat mensen toch wel vrij makkelijk weer terug te vinden zijn als zijnde, ah, dat is Marion. Dus dat is wel iets waar je altijd bij moet afvragen, just because we can, should we? Ik moest vandaag ook voor een event ergens, wilde ik inschrijven, er werd mijn thuisadres gevraagd. Ik heb het dus deze keer geweigerd, dat ga ik niet doen. Waarom heb jij mijn thuisadres nodig voor een webinar? De volgende gaat over security. Nou goed, ik ben zelf geen security expert, dus daar ga ik niet aan branden. Maar de voorbeelden zijn natuurlijk te over het aantal security lekken die er zijn. Zeker als je producten maakt, is wel een dingetje om daar te kijken. Wat kunnen we daaraan doen en wat is mijn rol daarbinnen? Volgende onderwerp is, zie je steeds meer, is de wearables en ambient technology. Aan de ene kant fantastisch. Ik heb zelf ook zo'n fijne smartwatch op. Er kan steeds meer, maar ook daarvan
wordt het steeds spannender wat er nou eigenlijk allemaal van je vastgelegd wordt. Dus je biometrische gegevens, je stem, er wordt steeds meer mee gedaan. En dit is ook een combinatie, deze gaat steeds verder. Dus waar je het nog met formulieren al bepaalde data hebt, ga je het hier ook over je hartslag zien. En nou, ik heb straks nog een aantal voorbeelden waar je dan je af gaat vragen, wat ga ik nou doen? En het heeft met een heel aantal zaken te maken. Dus hoe veilig is die gegevenstransmissie eigenlijk? Waar worden de gegevens opgeslagen? Wie kan daar dan bij? En allemaal van dat soort vragen. En met name ook de surveillance tracking risk. Ik weet niet, ik heb een tijdje geleden Strava geprobeerd. Daar ben ik mee gestopt. Want ik kreeg opeens likes van mensen uit landen waarvan ik dacht, wie ben jij? En hoezo volg jij mijn rondje loop? Dat voelde toch heel ongemakkelijk. En dan was het nog een redelijk betrouwbare of een redelijk veilige iets wat ik aan het doen was. Okay. Nou, gelukkig zijn daar ook antwoorden op. Als je googelt op privacy bij design, krijg je daar een heel aantal mooie voorbeelden van wat je daarmee kan doen. Wat ik daar zelf een heel interessant initiatief vind, is My Privacy is None of Your Business. Dus dat is een organisatie die zich daar actief mee bezighoudt om dit aan de kaak te stellen. Dus als je hiermee verder wil, zeker goed om daar eens naar te gaan kijken. En ik ben ook wel fan van de IEEE Ethical Aligned Design. Dat is een heel mooi handboek met heel veel richtlijnen internationaal. Dus volgens mij is het gelieerd aan de VN. Dit is wel de standaarde organisatie. Het is wel, je moet er wel even doorheen. Maar eigenlijk op alles is wel een antwoord eigenlijk al bedacht. Dus dat is een hele fijne voor verdere informatie als het gaat over ethical design. Naast privacy en security is een ander stukje, met name als je een applicatie ontwikkelt, is een heel interessant, is addictive technology. Ik gok dat een hele aantal van jullie de Social Dilemma inmiddels al wel gezien heeft. Zo niet, kijk hem vooral op Netflix. Dat stelt wel heel veel vragen over addictive technology. En een van de dingen daarbij is, dir is het boek van Nir Eyal. Ik ben ook ooit eens naar zijn cursus geweest. Die leert je hoe je addictive tech maakt. Dus hoe je zorgt dat mensen vooral bij jouw applicatie terugkomen. En dat is vanuit marketeers is het een fantastisch iets. Tegelijkertijd is dit ook waarom wij dag en nacht op al die applicaties zitten. En ja, de vraag is, ja, hoe goed, wat vinden we daar eigenlijk van? Hoe erg is dat? Maar met name omdat al die informatie juist gebruikt wordt, vaak voor reclamedoeleinden. Dus wel een hele interessante ook om daar naar te kijken. Maar kijk vooral de Social Dilemma om naar dit onderwerp verder te kijken. Okay. Dan het stuk waar mijn hart echt ligt. Tenminste, de andere dingen vind ik ook heel belangrijk, maar daar heb ik net even wat minder, daar sta ik iets minder dichtbij. Voor mij is inclusiviteit en bias, dus vooroordelen, is iets waar ik me heel veel mee bezig hou. Ik heb ook een achtergrond in diversiteitsmanagement. Ik heb ooit rond 2007 ben ik diversiteitsmanager geweest bij ING Groep. Dat heeft wel bij mij behoorlijk de ogen geopend over hoe we met diversiteit en inclusion omgaan als mensen aan zich. Maar goed, als we de wereld zoals die nu is, met de hoeveelheid ongelijkheid die er nog is, dat is niet een wereld die ik graag doorgeprogrammeerd in applicaties zie. Dus ik vind het heel belangrijk, met name als het gaat over data, is dat we goed gaan kijken naar hoe biased is die data nou eigenlijk. En als je daar nog twijfel over hebt, heb ik zo direct een heel aantal voorbeelden over waar het onder andere mee mis kan gaan. Om even de termen uit te leggen, wat is nou eigenlijk bias? Want die term komt ongeveer bij iedere ethische verhaal langs. Bias aan zich is niks mis mee. Mensen hebben nou eenmaal de natuurlijke neiging om gewoon even te kunnen schiften van A, B, aan, uit, op allerlei fronten. Als je dat niet doet, dan overleef je je dag niet. Dat is gewoon niet door te komen. Dus het is een normaal iets. Tegelijkertijd is als je op basis van die acties gaat stereotyperen, dan wordt het al wat spannender. Dus als jij merkt dat heel veel mannen programmeurs zijn, nou, dat is een soort meer of meer een feitelijke waarneming. Daar doe je iets mee met je bias. Oké, man, programmeur, klinkt logisch. Als je vervolgens gaat zeggen, maar alle programmeurs zijn man, dat wordt al een beetje spannender. En de grootste issue, en dat is waar de prejudice in voorkomt en waarom bias dus een dingetje is, is als je daar aan de hand daar dus van ook je acties aanpast en zegt, ja, ik huur alleen maar mannen in, want alleen maar mannen kunnen programmeren. Nou, dat is een stukje, daar zit een uitdaging in.
Dit is een simpele versie van het fenomeen bias. Oh, by the way, als je je afvraagt wie die dame op dat plaatje is, dat is Ada Lovelace. En dat is eigenlijk, die wordt gezien als een van de allereerste programmeurs. Die is ook een van degenen die allereerste algoritmes heeft gemaakt. En dat is ergens in 18 zoveel geweest. Dus ik gebruik hem altijd om aan te geven dat niet alle programmeurs man zijn. Hopelijk zitten er ook een paar vrouwen in de zaal trouwens vandaag. Er is een hele riedel aan biases. Het is een ogentest die ik niet eens met jullie wil doornemen. Maar goed, hè, er speelt dus heel veel op cognitive bias. Het is ook heel goed om vooral mensen uit de psychologie en dat soort dingen mee te nemen. Maar ook de simpele versie weer terug naar, hè, waar gaat het nou heel vaak om, is als we naar historische data kijken of naar heel veel onderzoek, daar is dus recentelijk ook onderzoek naar gedaan, is je hebt je objective facts en je eigen versie van de waarheid en je hebt je eigen beliefs en met name zie je wat je al zelf weet. Dus dat is die confirmation bias. Bij een heel aantal onderzoeken van vroeger, maar ook nog steeds van nu, hebben mensen vaak een hypothese en zoeken daar de data bij en die bewijzen dat. Terwijl je ook steeds meer merkt dat als iemand de tegenovergestelde versie mee onderzoekt, die net zo tot bevestigende waarheden komt. Dus dat is een interessante ding. Dat brengt me ook meteen op het volgende onderwerp, dat het leven niet zo binair is. Dus het is niet altijd aan of uit, het is niet waar of niet waar. Dit zijn een aantal voorbeelden van wel of niet binair denken. Dus bij binair, als je van de computers bent en van de programmeur, van programmeren, is binair natuurlijk hartstikke fijn, want het is if this, then that, else if, enzovoort. Maar het is juist, in de echte wereld, is vooral die else if heel erg belangrijk. Is een heel spectrum aan zaken. Het is vaak niet zo zwart-wit. Je ziet dat onder andere bij de Brexit, de voor- en tegen Brexit. Je ziet het bijvoorbeeld wat er een paar jaar geleden inmiddels alweer in Colombia is gebeurd, waarin het platteland stemde en de stad stemde. En dat had nogal een impact op elkaar. Zo zie je, en ja, ook wat er onder andere natuurlijk bij de verkiezingen in Amerika is gebeurd, dat is sowieso wel een hele interessante over binair denken en not my truth. Daarnaast hebben we het heel vaak over historische data. We pakken datasets en hebben heilig vertrouwen dat historische data waar is. Maar ook de historie en het verleden is niet allemaal zo waar. En het is best wel veel aan verandering onderhevig. Dus dit is een mooie voorbeeld van de Civil Rights Action. Wat we toen met elkaar logisch vonden, daar kan je nou echt niet meer voorstellen. Je ziet nu ook Black Lives Matter, Me Too, allerlei zaken waarin onze wereldbeeld verandert. Dus hoe meer wij dingen ook gaan programmeren, en zeker met algoritmes en AI, op basis van historische data, dan neem je oude waarheden mee naar nu. Maar je kan niet altijd meer, het was ook weer zo mooi, dingen uit het verleden, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En dat is dan de positief geframede versie, maar is natuurlijk omgekeerd negatief ook heel erg waar. En als het dan gaat bij binair denken, zijn er natuurlijk een aantal aspecten. Dus de sociale kant, de morele kant, de legal kant, zijn, om een mooi interessant voorbeeld te noemen, de grondwet, artikel 1, is van de week aangepast. Er zijn twee nieuwe gronden bijgekomen, dus ook dat, zelfs op legal punt, op artikel 1 van de grondwet, is aan verandering onderhevig. Dus alles is aan verandering onderhevig. En als je dan kijkt naar de waarheid die je op dat moment heeft, ja, wie beslist dat dan eigenlijk? Dat is een hele interessante. Ik gaf al aan, het zijn vooral vragen en niet altijd antwoorden. Maar zo is het nou eenmaal in het leven. ik kom terug nog wel met een aantal voorbeelden waar dit in terugkomt. Volgende onderwerp waar ik even op in wilde zoomen is toegang en toegankelijkheid. Ik ben een enorme digital adept. Ik vind het echt gek om allerlei nieuwe coole snufjes te gebruiken. Dit soort horloges. Ik zit in chatbots enzovoort. Ik vergeet af en toe ook wel eens dat maar een heel groot deel van de wereld überhaupt nog niet op het internet zit. En we dachten ook altijd, nou ja, maar dat is in Afrika of in delen van Azië. En dat zie je op deze kaart. Maar wat COVID heel erg interessant heeft aangegeven, is dat er ook in Nederland heel veel gezinnen zijn waar kinderen geen toegang hebben tot computers. Zeker in gezinnen met armoede. Dat is tot nu toe behoorlijk hidden geweest. Het komt nu opeens naar boven, omdat al die andere kinderen homeschooling gaan krijgen. En dat kan eigenlijk niet. Of er staat één computer met drie kinderen en die moeten tegelijkertijd les hebben. Dus ook daar heb je eigenlijk wel toegankelijkheid naar jouw mooie digitale spullen. Ander aspect van toegankelijkheid is deze.
Je ziet hier een magnetron van Amazon. En als je goed kijkt, zit daar een blauw knopje in met een spraakmodule. Dat, aan de ene kant dacht ik, wat een onzin. Hoezo moet je nou gaan praten tegen een magnetron? Ik mag dan wel in de digital tech werken, maar jeetje. Totdat een vriendin van mij, die bijna blind is, hiervan hoorde. Die vond het te gek, want die werd helemaal gek van alle touchscreens. Want daar kon ze niet aan zien, want ze is blind, wat daarop stond. Dus die had juist behoefte aan piepjes, aan aanraakknoppen. Of in dit geval een spraakinterface. Dus ook juist gaan kijken naar toegankelijkheid vanuit de andere kant is een hele interessante. Tegelijkertijd speelt daar ook weer bij, wat je eerder zag over al die mooie dingen met Ambient. Ja, waar gaat die data eigenlijk heen? Hoe veilig is het allemaal? En hebben mensen hun paswoord wel aangepast op de protocollen die al die dingen zo lekker in je huis neerzetten? Waarschijnlijk niet, dus waarschijnlijk is dit een heel mooi surveillance apparaat geworden waarmee Amazon jou nou thuis lekker kan afluisteren. Spannende. Laatste van dit onderwerp die ik mee wil nemen is lezen taalvaardigheid, maar ook dus computer literacy. We denken altijd, als we naar onszelf kijken, iedereen is zoals ons en iedereen kan natuurlijk met een mobiele telefoon overweg, we kunnen allemaal lezen. Maar blijkt dat er behoorlijke grote delen van Nederland nog analfabeten zijn of laaggeletterd zijn. Dus ook daarvoor heel belangrijk om te gaan kijken van ja, wat de technologie die hij maakt, hoe toegankelijk is die nou eigenlijk? En hè, in het begin die eerste vraag, maakt dit nou de wereld een beetje mooier? En is het ook voor iedereen? Betekent ook weer dat je daar de andere kant in mee kan nemen. Dus juist mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, daarvan is spraaktechnologie bijvoorbeeld wel een hele interessante. Want je kan gewoon op je eigen manier iets zeggen. Dat ding praat terug tegen je en je hoeft het niet meer te lezen. Dus het heeft beide kanten, maar het is wel goed om je ook te realiseren dat er hele groepen zijn die dat allemaal nog niet zo hebben. Nou, dat was eigenlijk een stukje van de theorie. Waar ik jullie vooral nu even mee wil nemen is, ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig, maar die bias en zo, hoe erg kan dat nou zijn? Hè? Hoe moeten we daar nou mee rekening houden? Nou, normaal gesproken animeert het, maar in de PDF niet. Dit is de mooie Computer 6.0. Om te beginnen met deze. Hoe maak je een vliegtuig bulletproof? De foto aan de linkerkant zie je een vliegtuig met heel veel gaten. En in de Tweede Wereldoorlog is toen eerst dan zich gekeken naar al die vliegtuigen die terugkomen, waar zitten de gaten in? En moeten we die niet, en daar gaan we het vliegtuig versterken. Dat was het logisch redeneren. Totdat er iemand kwam en zei, ja, maar misschien moet je juist de andere dingen versterken. Want de vliegtuigen die niet terugkomen, zijn waarschijnlijk op andere plekken geraakt. Dus een soort van bias in denken die mij wel openzetten over, oh, dit gaat niet alleen maar over hoe ik denk over demografie, maar ook over wat je in eerste instantie voor je ziet en hoe logisch dat eigenlijk is. Nou, daar hebben we meer voorbeelden van. Dit is eentje die is leuk om, jullie krijgen de slides waarschijnlijk naar de hand ook wel, om die video eens te bekijken. Dit is een leuk raadseltje die gaat over de vader van iemand die de CEO van een bedrijf enzovoort. Nou, dat is een heel leuk testje om te kijken hoe biased je bent op gender als spoiler. Nou, leuk voor een andere keer. Ook dit is een interessante als het gaat over data, heel commercieel verhaal ook weer. Dit is iemand die helmen maakte voor de Aziatische markt, maar die had daar Amerikaanse en westerse datasets voor gebruikt. Want ja, gewoon hè, een mannenhoofd, hoe moeilijk kan het zijn. Maar het bleek dat die helmen het allemaal niet zo goed verkochten en dat al die mensen in Azië er allemaal dingen onder deden. Bleek dat de gemiddelde Aziatische hoofdverhouding anders zijn dan die van bijvoorbeeld Amerikanen. Het is wel handig als je het weet. Dat is hoe goed vertrouw je je data eigenlijk. En misschien ook als af en toe een van de dingen die heel erg helpt van tevoren is dat user testing. En echt die gebruikers actief bij betrekken, dat voorkomt een hoop. Een ander die je heel veel nu ziet, zeker als het gaat over taal en data en NLP en NLU, al dat soort mooie taalkundige zaken waar je AI mee kan doen, is de heel veel vertaalmodules zijn behoorlijk biased. Het naast dat ze automatisch vertalen, zorgen ze ook dat ze automatisch gender aanpassen. Dus de dokter, hier is ten eerste voorbeeld, is de dokter en hij, sorry, de nurse en hij, ik begin zelf ook al, en de dokter en zij, door een vertaalmachine heen halend, is er opeens een gender switch geweest. Het is wel een uitdagingspunt om zeker met taal bezig te zijn. De Nederlandse Taalunie is overigens ook bezig nu met meer neutrale taal, daar word ik heel blij van, maar dat is voor een ander moment.
Volgende plaatje is een hele ernstige, deze is bijna niet meer terug te vinden op het internet, terecht ook. Maar dit is een Google Image Classifier die een wel hele witte dataset had gebruikt als het gaat om mensen. En hiermee mensen met een donkere huidskleur klassificeerde als niet zijnde mens. Nou, dat moet je niet willen. En dit gebeurt, dat dan wordt vervolgens gecorrigeerd, maar je wilt het eigenlijk voorkomen. Je ziet zelf ook natuurlijk wel waarom. Hetzelfde geldt ook over steeds meer partijen, grote organisaties gebruiken algoritmes voor hiring processes. Zeker partijen als Google die heel veel mensen, heel veel cv's krijgen, die gebruiken van die cv-scanners. Nou, dat klinkt fantastisch. Het gaat ook over digitale technologie voor je laten werken. En zeker als recruiter maakt het je wel makkelijk dat je geen duizenden cv's hoeft te lezen. Maar je moet vooral verrekte goed oppassen hoe je dat model getraind hebt en hoeveel vooroordelen daar dan insluipen. Dat is volgens mij was het vorig jaar ook al in het nieuws gekomen. Amazon had daar een foutje in gemaakt. Die bleek wel heel erg selectief te zijn, met name op gender, voor de mensen die ze aannamen. Er kwam geen vrouw door de keuring. Die hebben het moeten aanpassen. Ook daar weer, eerst een relletje gebeurt voordat het aangepast wordt. Dat maak je daar de wereld een beetje mooier mee. Voorkomen is natuurlijk wel beter dan genezen. Wat daar in dat licht wel een interessante is, ik werk heel veel in de spraaktechnologie en heel vaak gaan mensen dan zeggen, dat stomme ding, die Alexa, ze snapt me niet. Of de chatbot, ze snapt me niet. Maar eigenlijk is het natuurlijk de mensen die algoritme hebben gemaakt, die hebben niet opgelet, die hebben een flut algoritme gemaakt. Alleen we denken heel vaak in het apparaat en gaan dat dan vervolgens een gender opplakken. Daar zitten allerlei dingen aan vast. Maar wel een goede om na te denken. Nou, dit zijn allemaal dingen waar het misgaat. Dit zijn voorbeelden waar het niet per se misgaat, maar waar je je ook wel af kan vragen, ja, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Dit zijn allemaal hele mooie mensen, maar ze zijn niet echt. Dus het is een fantastisch hip algoritme en daarmee kan je gewoon leuke pasfoto's maken. Maar ja, dit zijn wel van die dingen, dit gaat verder dan acteurs gebruiken. Moet je dit wel willen? Wat doet dit met mensen? Ander voorbeeld is de Amerikaanse politie, volgens mij was het in New York, NYPD. IBM heeft een mooie technologie waarin je mensen kan herkennen aan hun huidskleur. Het is een interessante, als we nou een hele mooie wereld hadden waar we geen prejudice hadden en geen vooroordelen, dan zou er misschien ook nog iets zinnigs, iets goeds voor te zijn. Maar dit gaat wel heel snel richting racial profiling. En je vraagt je dan toch af, waarom wil je dat je kan zoeken op huidskleur binnen surveillance? Ander stukje ook in de surveillance technologie, dit is inmiddels alweer denk ik een jaar of 2-3 oud, dat ze in China AI-brillen op hebben, waar je eigenlijk niet door hebt, maar daar zit ook gewoon een scanner in, dus daarmee kunnen ze ook gewoon heel fijn die surveillance scan doen. Dus wat zien ze dan? Dan zien ze wat je bijvoorbeeld op het volgende schermpje ziet. Die zien allemaal foto's, allemaal kaders van mensen. Daarin staat bijvoorbeeld aan de ene kant als een VIP. Dit is bij een groot event waar je de VIP's heel fijn door de VIP-gang kan laten gaan. Maar er zijn er ook bij die op de blacklist zijn en die kunnen er worden uitgevist. Het is wel een spannende. Je kan zeggen crowd management heel handig, maar tegelijkertijd, dit is wel heel spannend op het moment dat je tegen mensenrechten issues aanzet. En dat zijn natuurlijk wel vaak toepassingen die daar heel erg spannend zijn. En dat zit hem in die confirmation bias. En ook wel weer, dit is ook zo'n interessante voorbeeld. Dit is Compass, dat is predictive policing, ook weer uit Amerika. Ja, ik weet niet of je het kan lezen op de schermpjes, maar je ziet daar aan de rechterkant een man met behoorlijk veel prior convictions die niet als heel erg zwaar wordt geclassificeerd zijnde een risico. En een dame met een minor shoplifting dingetje, geloof ik, die behoorlijk zwaar wordt aangezet. En dit is ook zo'n self-fulfilling prophecy. Ook in Nederland hebben we er overigens voorbeelden van, waarin, dat was met volgens mij ergens in het zuiden van het land, waar ze auto's scanden op Poolse en Bulgaarse nummerborden en met 3 of 4 mensen erin. En aan de hand daarvan werden allerlei dingen aan toegedicht. Wat het probleem ermee is als je in een gebied bent en daar data voor verzamelt, en op basis van die data daarmee verder gaat, dan zegt die data in die wijk is het gevaarlijker. En als je dat maar blijft bewijzen, dan wordt het aantal incidenten in zo'n gebied steeds groter, terwijl dat natuurlijk een opgeblazen versie van de werkelijkheid is. Dit is wel een hele spannende. De gevolgen hiervan, dit is een ander voorbeeld van een algoritme uit China, waar ze dus
aan je gezicht zouden kunnen zien of je wel of niet een crimineel bent. Overigens zei dit is van een professor van TNO die me dit liet zien. Wat je ook kan afvragen is of dit niet een stropdassen-algoritme is. Want de mensen die niet als crimineel werden gezien, hadden allemaal een stropdas op. Dus wat heeft dat systeem nou eigenlijk wel herkend daarin? Dat is wel een hele spannende. Als het gaat over het predictive policing, dan is dit een hele interessante film om vooral eens te gaan kijken of de documentaire op Netflix, als je nog niet hebt gezien. Dus wel, het geeft wel een heel stuk over de gevolgen van, het is toch zo. Nou, als je deze film bekijkt, hoop ik dat je er toch iets anders over gaat nadenken. Nou, dat over predictive policing. Maar er zijn ook andere dingen. Dus als jij mooie producten maakt, zoals bijvoorbeeld een zelfrijdende auto. Wat ook steeds meer bewezen wordt, is dat mensen blind dit soort technologie vertrouwen. Dus je ziet hier mensen leuke kaarten en leuk die auto de boel laten besturen. Het gaat vrij vaak goed, maar het gaat af en toe natuurlijk ook niet goed. Maar dit is een ander voorbeeld, waarin ze een apparaatje door een gebouw hebben laten rijden. En wat er dus gebeurde bij een brandoefening, mensen volgen het apparaatje gewoon en die denken, oh, die weet de weg wel, maar dat was helemaal niet zo. Dus je ziet dus dat mensen heel snel zo'n apparaat volgen. En wat dichter bij huis, al deze mooie praatpalen, je merkt ook dat dat ding geeft een antwoord. Hè, dus dat is het verschil met zoeken. Is waar je bij een zoeken nog een lijst met antwoorden hebt, zie je bij dit soort apparaten, is dat je dat er maar één antwoord uitkomt. En mensen vertrouwen het antwoord ook. Dus je kan het kan ook nog heel erg manipulatief zijn. Dit zijn even grofweg de voorbeelden. Want ik zit ook even op de tijd te letten, want volgens mij gaan we er hard doorheen. Samengevat, er gaan dus een hele hoop dingen verkeerd. En heel vaak komt dat door menselijke vooroordelen. Dat zit in datasets, dat zit in bronnen, dat zit in niet complete informatie. Het zit in taal, ontologie die niet binair is. En allerlei demografische aspecten van data. Dus belangrijk om daarop te letten. Het mooie nieuws wel is gelukkig, en daar zou ik heel snel even doorheen bladeren, want die slides krijg je toch voor het nalezen. Dat moet je wel op deze manier doen. Even zo. Er zijn een aantal, gelukkig is er heel veel wetgeving waar je op terug kan vallen. En met name ook productaansprakelijkheid waar heel veel zinnige dingen in staan. En het is ook niet geheel onbelangrijk om een divers team samen te stellen, waarmee je je dingen ontwerpt, maar ook vooral bij het testen aan de slag gaat. Nou, en terug naar de allereerste punt wat ik probeer te maken, hè, het ethische stuk daarvan. Als je nou één ding voor vandaag voor mij blijft onthouden, is met alles wat je maakt, als je de vraag stelt, omdat we het kunnen, moeten we dit ook willen? En wat zijn de mogelijke bijvangst of side effects hiervan? En helpt dit de wereld nou een beetje verder? Als je daar een positief antwoord op kan geven, dan ben je goed bezig. Nou, dankjewel Marion. Een heel uitgebreid verhaal. En ik denk dat het iedereen ook weer tot denken heeft gezet. En dat zie ik ook in de vragen terug. Ik zie zelfs een van de sprekers vandaag die een vraag heeft gesteld. Tijmen. De eerste keynote spreker vanavond werkt aan beeldmanipulatietechnologie. Over de ethische vragen die zijn werk opriep, zei hij, de technologie is niet evil, maar de mensen die het implementeren. Wat zou jij tegen hem zeggen? Ja. Nou ja, dat is. De technologie is evil. En de mensen die erachter zitten, daar moet je ook over nadenken. Als je wordt gevraagd, wil je een atoombom maken? Ja, wat zegt jouw ethisch kompas daarin? Dat is een spannende en dat is een menselijke keuze. Dus ik vind het wel heel makkelijk om te zeggen, nou nee, het is I only make guns, I don't shoot them. Ik zit daar wat genuanceerder in. En Laurens, ik zou nog heel even dat BIOS-plaatje willen zien. Kan je die nog even oproepen? Welke wilde je zien? Het BIOS-plaatje. Even kijken. Ik denk deze. Is dat degene die je bedoelde, Laurens? Of de ogentester na? Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn er deze. Oh ja, en op deze leesbaar. Dit is niet te doen op dit scherm. Maar... Nee, dat is ook niet leesbaar te krijgen. En je moet hem eigenlijk ook in pauzeformaat uitprinten. Ja. Er zit een link bij, dus wat mij betreft, die slides kunnen gedeeld worden en de links dus ook. Dus daarmee kan je hem zelf op A5 formaat of A2 thuis ophangen. Ja, of als je nog een nieuw behangetje nodig hebt, kan dit ook nog natuurlijk. Ja. Helger die vraagt zich af, als de bijvangst van privacygevoelig materiaal zo groot is,
Waarom ben je nog altijd positief over nieuwe ontwikkelingen? Zijn de voordelen nog groter dan de nadelen? Of zijn we op een hellend vlak aan het gaan volgens u? Ja, nou, ik heb van iemand geleerd stay with trouble. En dat geldt ook voor, ik ben heel actief nog steeds op genderdiversiteit. En dan kan ik zeggen, nou, ik ga niet meer met mannen samenwerken. Of ik ga niet meer samenwerken met bedrijven die iets doen. Ik heb ook net een heel boek gelezen over al die smart technologie, die smart homes. Wat dat allemaal doet voor vrouwenrechten. Daar werd ik niet blij van. Dan kan ik zeggen, ik gebruik zo'n apparaat niet meer. Maar dat, ja, die dingen gaan gewoon door. Dus ik vind het belangrijker dat ik er actief een rol in blijf spelen. En met mij een diverse groep aan mensen. Zodat we de vragen blijven stellen. En invloed van binnenuit kunnen gaan doen. Dus dat is een beetje het punt van dat boek. Want ik vind het een beetje een raar idee dat smart homes iets doen met vrouwenrechten. Nou, het is de ding heet de Smart Wife. En dat is een hele andere talk die ik veel geef over gender-free technology. Waarom heeft technologie een gender? En de meeste spraakapparaten, Alexa, Google Home, het zijn allemaal vrouwenstemmen en hebben een vrouwenidentiteit gekregen. En dat is, nou, ik kan daar helemaal op los. Maar dat betekent ook dat we tegen vrouwen gaan, die gaan we lekker commanderen en al dat soort zaken. Er zitten allerlei interessante aspecten aan die je langzaamaan gaat zien. Je ziet nu al dat kinderen tegen docenten dezelfde manier praten als tegen Alexa. Dat zie je in Amerika nu terug. Dat zijn dingen die gebeuren. En voor mij de belangrijkste les die ik heb geleerd is stay with trouble. Als ik verandering wil, dan moet ik zorgen dat ik onderdeel ben van waar het gebeurt. En je kan dat, sommige mensen het als activist van de zijlijn en zijn klokkenluiders. Die zijn ook heel belangrijk. Ik probeer dat van binnenuit te doen en te kijken hoe ga ik met de mensen die dit maken, dan kijken hoe dan wel. En ik weet niet overal de antwoorden op, maar ik probeer daar wel samen met anderen te kijken hoe kan dat dan wel. En iemand vraagt ook de vraag stellen, wat maakt wat ik doe de wereld een beetje mooier, is niet zo behulpzaam. Mark Zuckerberg van Facebook vindt dat ook. Ja, dat is natuurlijk je eigen interne kompas. Ik ben het niet met Mark Zuckerberg eens. dat kan je iets meer voorstellen. Maar het is interessant, hè. Dus social media heeft natuurlijk heel veel positieve dingen gebracht. Maar het gevaar wat er nu in zit, is dat het doel erachter is niet waar het ooit begon als mensen bij elkaar brengen. En met elkaar laten samenwerken, is het nu vooral hoe verkoop ik informatie over mensen aan it sells my shit to sell my shit. En ja, dat is iets waar ik dan niet zo heel blij van word. En wat er allemaal mee gebeurt nu en wat je daarmee ziet. Maar goed, ik gebruik ook nog steeds social media, omdat ik ook zie de positieve kant ervan zien. Dus het is ook die hele privacy paradox. Er gebeurt een hele hoop rare dingen. Maar het is wel de wereld waar we in leven. En ja, wat ik al zei, ik wil hem liever van binnenuit proberen mee te veranderen. En daar waar ik kan een klein beetje een duwtje te geven in wat ik een goede richting vind. Maar iedereen heeft zo zijn eigen richting en dat is prima. Ja, maar zie je ook nou verschillen in de richtingen die je in landen ziet? Want je hebt ook verteld dat je voor ING-groep hebt gewerkt. En ik kan me voorstellen, ik heb al eens van die plaatjes gezien, dat die in wereldwijd actief zijn. Zie je op dat soort vlakken ook grote verschillen? Dat hangt er vanaf welke mate van detail je kijkt. Het gaat uiteindelijk overal universeel over de human rights. Dus er zijn al die mensenrechten en hoe gaat de wereld met mensenrechten om? En daar heb je stromingen in. Sommigen vinden dat allemaal onzin en sommigen zijn daar heel stellig over. Ik zit meer aan zorgen dat iedereen gelijke rechten heeft. Dat is voor mij een belangrijk kompas. Als je naar Azië kijkt. Daar heb je die Great Firewall nu met internet. Ik las een heel mooi artikel vandaag van, ben even haar naam, kijk Marietje, het artikel in Trouw, over, goh, ja, je kan er van alles van vinden, maar tegelijkertijd zie je wel hoe ze daar wel dan de politieke kant een beetje, misschien wel, wat kunnen we daarvan leren, wat we nu in het Westen zien als zijn de complete verkiezingen die worden gemanipuleerd en hoe ga je daar de balans in vinden? Dus je ziet grote verschillen tussen Europa, Azië en Amerika over hoe we tegen zaken aankijken. En ja, ik merk, ik ben behoorlijk Europeaan wat dat gaat. Privacy, ethics, hoog in het vaandel.
Ja, ik denk dat je een hele interessante talk hebt gehouden. Ik zie het ook in de chat terug. Er worden ook hele interessante bronnen, onder meer op Spotify en podcasten, onder meer van Jim Stolze wordt gedeeld. Oh ja. Naar tips om te gaan kijken op Netflix. En ik denk dat je ons allemaal aan het denken hebt gezet. En het is een heel ingewikkelde materie. Dat hebben we nu bij vandaag eigenlijk de hele dag wel een beetje gehoord. Dat er heel veel ethische dilemma's zijn, maar ook andere ingewikkelde zaken die hier rondomheen spelen. Maar aan de andere kant dat er ook hele mooie dingen gebeuren. En dat is natuurlijk ook alweer het bijzondere wat van met deze technologie aan de hand is. Ja. En ik denk dat ik je namens iedereen ontzettend kan bedanken voor ik zou bijna willen zeggen wijze woorden. En inspiratie ook. En ik denk dat we allemaal genoeg tijd kunnen gaan besteden om alle boeken te gaan lezen die je benoemd hebt. En alle resources nog eens na te kijken. En ik hoop dat we met elkaar de technologie op een mooie manier kunnen gaan toepassen. Ja, ik heb er nog steeds dat het gaat. Ik blijf positief naïef. Ik blijf er gewoon vertrouwen in hebben en we gaan er iets moois van maken. Ja, ja ik ook. Dus in ieder geval bedankt. En jullie ook bedankt voor het aanwezig zijn. En we gaan nu weer terug met z'n allen naar de lobby.